Het was het gesprek van de dag op de training. De loting van de Champions League. Ajax neemt het in Pool G op tegen AC Milan, Real Madrid en Auxerre. Kortom, een mooie en tegelijk pittige loting. Het is een hele mooie loting natuurlijk. Mooie clubs, topclubs en ja, worden mooie wedstrijden. Nou, hoe schat je de tegenstanders in? Natuurlijk heel zwaar natuurlijk als je naar de clubs kijkt natuurlijk. Maar ja, wij zijn Ajax, dus we kunnen wel tegenstand bieden. Nou, bij de eerste gedachte dacht ik, joh, dat was een aardige pool. Maar als je de club ziet, dat is ja, echt genieten. Genieten, maar wel heel lastig om door te komen. Ja, maar volgens mij als je de Champions League wil winnen, dan moet je ze allemaal verslaan. Ajax begint op 15 september met de zware uitwedstrijd in Madrid. Het duel waarvoor Suárez en Vertonghen geschorst zijn. Ik moet er volgende week heen, dus ik hoop nog steeds dat de clubs die vier kwalificatieduels moeten spelen ten opzichte van de clubs die gelijk in die groepen zitten, dat de kaarten vervallen, maar dat zal wel een utopische gedachte zijn. Tegen alle drie de tegenstanders heeft Ajax een verleden. Tegen Real Madrid is dat glorieus, zoals bij de 0-2 overwinning in november 1996. En zo staat Ajax dik verdiend hier in Madrid op 1-0 door Jari Littmanen. Tegen Auxerre liep het minder. Zowel in de jaren 90 als in 2005 werd Ajax door de Franse ploeg onder leiding van de legendarische Giroud in de UEFA Cup uitgeschakeld. Over het verleden tegen Milan tot slot hoeven we alleen maar terug te gaan naar mei 1995. Toen Ajax dankzij de treffer van Patrick Kluivert de Champions League won. Kluivert 1-0. Voor Ajax. Patrick Kluivert.